mag hier vandaag zijn namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam om het ereteken van verdiensten van Amsterdam te overhandigen aan Clark Akkoord. Met mijn collega's in het college hebben we besloten het ereteken aan Clark Akkoord toe te kennen vanwege de positieve en bijzondere wijze waarop hij Amsterdam in zijn boeken in beeld heeft gebracht. Het is mij dan ook een grote eer om u namens het college van Amsterdam en daarmee namens alle Amsterdammers het ereteken van verdiensten op te spellen en daarmee erkenning te geven aan uw unieke werk en uw unieke persoon. Ik dank u wel. Het was een hartverwarmende bijeenkomst in de kapel van het Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam. Clark Akkoord is zeer ernstig ziek en hij nodigde vrienden, collega's en fans uit om ze te bedanken voor hun aanwezigheid in zijn leven. Toch willen vele aanwezigen er zich niet bij neerleggen dat Clark Akkoord mogelijk de ziekte niet zou overleven. Er werd gezongen en gebeden om genezing. Jezus Christus, bedek hem met uw bloed. Bedek hem met uw bloed, o Jezus, het gevloeid heeft over Golgotha. Bedek hem met het bloed, o Jezus, het gevloeid heeft om de zonden van deze wereld op u te nemen, Vader. Neem de zonde van Clark weg, Vader! Neem de zonde weg! En geef hem leven, Vader. Geef hem leven, zodat uw tijd is om hem op te roepen, Vader. En niet van je enkele arts. Ik dank u, Jezus. Ik dank u dat u God, dat u klaar het leven wilt geven. Dank u, Jezus. Ook Clark zelf geeft niet op. Hij heeft een vorm van darmkanker die moeilijk te genezen is, maar het is niet onmogelijk. Goedenavond allemaal. Ik was niet van plan om iets te zeggen, omdat het is best wel een emotioneel moment. En ik heb de afgelopen tijd natuurlijk heel veel nagedacht over deze speciale dag. En me ook afgevraagd van, ga ik op die dag dan ook wat zeggen? En ik had me eigenlijk voorgenomen om dat niet te doen, omdat je alles wat je ook zegt, niets kan eigenlijk de pijn verzachten die je van binnen voelt. Dus alles wat je ook zegt, dat verzacht ook de pijn niet van binnen. Wat ik wel wil zeggen en waarom ik toch besloten heb om iets te zeggen, is dat ik toch de. Er is natuurlijk ontzettend veel gekwaad en whatever, wat dat krijg je natuurlijk op dit moment. Mensen zijn nieuwsgierig en mensen willen weten wat er aan de hand is en mensen willen weten hoe het zit. Ik wil zeggen dat het veel stukken beter met me gaat. Clark Akkoord zei dat de steun van het publiek hem veel goed heeft gedaan en dat hij zijn uiterste best zou doen om de ziekte te boven te komen.